Even naar je eigen prestatie van de eerste vijf wedstrijden, toch in een iets andere rol als vorig seizoen. Door die andere rol kom je ook veel meer aan de bal. Dat ligt je sowieso. Ben je tevreden over je eigen prestatie? Ik wil altijd meer bereiken, meer betekenen voor de ploeg en alles. Ik voel me wel lekker op die positie en ik heb het gevoel dat ik van belang kan zijn. En dat, ik wil natuurlijk meer. Ik moet meer scoren. Ik wil altijd gevaarlijk zijn. En dus ik ben nooit tevreden. Zeg maar. Alleen het gaat wel de goede kant op. Zeg maar. En ook met de jongens. Ik heb het gevoel dat ik de jongens gewoon steeds makkelijker kan vinden. Dus laten we zeggen dat ik het naar mijn zin op die positie. Het moet nog, natuurlijk, het kan nog beter en het kan altijd beter en het moet nog beter. Maar het gaat de goede kant op. Als je de supportersgroepen vergelijkt van de clubs waar je tot nu toe gespeeld hebt in Nederland, met name dan Sparta en Utrecht en in vergelijking met Adelhaag, springt Adelhaag er dan wat zijn supports betreft qua achter de ploeg staan echt bovenuit? Ja, het is echt een fantastische ploeg, echt een volksclub en dat merk je aan alles, dat soort acties natuurlijk, maar ook de warmte die je voelt als het geknokt wordt op het veld, het is echt een warme publiek, heel warme publiek. En dat past heel goed bij mij, dat vind ik lekker. Het zijn eigenlijk vergelijkbare clubs en publiek eigenlijk, met Utrecht. En ik hou van die warmte, van die passie en dat past ook bij mij.